Hallo, vandaag word ik achtervolgd door hem. Pas maar op hoor, want ik ben een robot en ik val je aan. Hij is heel eng en gevaarlijk. Vandaag ga ik Minecraft spelen. Alleen word ik achtervolgd door een AI. Oftewel een robot. De bedoeling is dat ik 20 minuten lang overleef, terwijl deze moordlustige robot mij achtervolgt. Laten we maar gelijk beginnen. Goed jongens, ik sta hier naast de jager, de hunter, die letterlijk 20 minuten achter mij aan gaat zitten. Ik heb een minuut de tijd om nu voor te bereiden. Ik ben hier naast een village gespannen, dus laten we zo snel mogelijk wegrennen voordat hij achter me aankomt. Ik denk dat dit heel angstaanjagend gaat zijn. Wat ik nu in deze minuut wil regelen, althans het is nog maar een halve minuut, is eten. Ik hoef niks meer dan eten. Ja, misschien een beetje hout of tools als hier een blacksmith zou zijn. Kijken of ik blacksmith spullen kan regelen, maar ik vind het belangrijker om eten te regelen. Ik heb ook blokken nodig om weg te bouwen, maar ik moet eten regelen en dan wegrennen voor mijn leven. Want die AI jongens, die is snel, die gaat me pakken. Die gaat me letterlijk echt pakken als ik niet oppas. Oké, ik kan nog een beetje hakken. Nog een beetje hakken, dan moet ik het snel om gaan craften. Dan heb ik genoeg eten voor de hele aflevering. Oké. Spannend. Oké, hier zit de spinnaar. Dat is niet belangrijk. Oké, dan moet ik hout hebben. Ik heb een beetje... Oh, hij is klaar. Oké, hij is begonnen, jongens. 20 minuten. Oh, je ziet hem al. Hij komt deze kant op. Oké, snel. We gaan beginnen met de crafting table. Zo, hoppakee. Crafting table plaatsen. Dan gaan we daarvan maken hooibalen. En daarvan maken wij een beetje brood. En dan hakken we de crafting table weer. Is hij er al? Ik heb een stekbrood, dat is goed. Even kijken. Hij is er nog niet, dus we kunnen nog even wat hout hakken. Zolang hij er nog niet is, hak ik hout. Ik ga hout nodig hebben. Ik ga tools nodig hebben. Ik ga van alles en nog wat nodig hebben. Oké, jongens, links onderin moeten we in de gaten houden. Daar gaat hij komen. Oh, daar heb je hem. Oh, hij heeft de pijlenboog. Oh, mijn god, nee. Oh, nee. Oké, hij gaat door het huis heen. Hij gaat dwars door het huis heen. Niks boeit hem. Jongens, deze man kent geen genade. De villagers boeien hem niet. Hij gaat dwars door het huis heen. Oké, we gaan een eerste stukje rennen. Kijken of we hem een beetje kwijt kunnen raken. Dan kunnen we daarna tools maken. Dan ga ik steen hakken. In de hoop dat ik even een stenen zwaardje kan maken. En misschien zelfs een schild. Want als ik een schild heb, kan ik mezelf dekken. Maar dan heb ik ijzer nodig. Oké, wegrennen. Blijf rennen voor hem. We zijn snel via de bomen. Dan maak ik het pad zo moeilijk mogelijk voor hem. Oké, even snel de crafting table plaatsen. Zo. Dan gaan wij maken hier een pickaxe van hout. Meer hebben we niet nodig. Gaan we deze hakken. Hij is er. Nee. Ik ben hem kwijt. Ik ben mijn ding eens kwijt. Oh mijn god, wat is hij snel. Oh mijn god, wat is hij snel. Nee, ga weg. We gaan het water in. Oké, hij is heel snel over het water. Maar zo te zien ben ik net iets sneller. Stel ik zou een bootje kunnen maken. Dan kan ik letterlijk echt een heel stuk vooruit komen. Oké, we gaan even naar de andere kant. Oh nee, niet eten. Oké, oh jongens, wat is hij snel. Oh, wat is hij angstaanjagend snel. Hij springt zelfs. Hij springt in het water. Ik ben mijn crafting table kwijt. Ik heb wel pickaxe. Alleen, ik heb niet genoeg tijd om ergens te gaan hakken. Dus ik moet hem te slim af zijn, jongens. Misschien kan ik een soort van een MLG-sprongetje ergens maken. Oké, nu ben ik weer sneller dan hij. Goed, wegrennen. We gaan de berg op. Ik denk dat het verstandig is om de berg op te gaan. Spring in het water. Juist, dat is snel. Dit is snel wat we doen. Oké, de afstand wordt groter. De afstand wordt zeker groter. We gaan de berg op. Weg hier. Hij kan hakken, hij kan bouwen, hij kan plaatsen, hij kan slopen. Die AI, jongens, die robot, kan alles. Dus ik moet me in ieder geval niet gaan inbouwen of zo. Want dan sloopt hij gewoon alles wat ik heb gebouwd. En ik kan terugvechten. Maar hij heeft diamond armor. Hij heeft volgens mij een diamond zwaard of iets. Dat ga ik niet winnen. Dat gaan we zeker niet winnen. Oh, ik had in het begin dat ik verder weg moeten rennen. Oh, laten we een boot maken. Heb ik genoeg hout? Nee. We hebben iets meer hout nodig. Oh, ik had een axe moeten maken. Oké, jongens, we gaan een beetje hout hakken. Snel. Is hij er al? Hij is er nog niet. Oké, hij is nu boven op de berg daar. Als we heel snel zijn. Oké, dit is genoeg. Als we een boot maken, kunnen we heel even ontsnappen van hem. Oké, dit moet ik heel snel gaan doen, jongens. Dit moet ik echt heel snel gaan doen. Want hij is nu bij de boom die ik net heb gehakt. Oké, komt-ie. Crafting table, boom. Crafting table hakken. Daar is hij. Ja, nu hebben we de crafting table. Oké, wacht maar tot je een beetje hier bent. En dan ga ik varen. Trouwens, nee, hij heeft een pijl en boog. Ga ik niet eens wagen. Oké, jongens, dan eten we even een happy. Gaan we heel even kijken wat hij aan het doen is. Gaat hij ook een boot maken? Nee, toch? Nee, hij heeft geen boot. Maar hij is wel heel snel. Kijk hoe snel hij over water is.
Gelukkig ben ik sneller, maar ik ben nou niet heel veel sneller. Oké, we gaan de afstand even zo groot mogelijk maken. Dan kan ik namelijk even een beetje steen hakken en mezelf voorbereiden. Want ik moet nog 16 minuten overleven van deze enge man. Oké, we gaan even kijken of daar in de verte land is. Wat volgens mij wel. Oeh, daar zijn ook hoge bomen. Misschien dat dat ook wel handig is, die biome. En ik weet dat er ook steen boven de grond is. Als ik dat hak, ik heb cobblestone nodig. Kan ik even stenen zwaardjes maken. En schild heb ik ook ijzer voor nodig. Ik denk niet dat ik zo snel ijzer ga vinden nu. Moet er wel echt opletten. Ik ga mijn boot wel gelijk ready to go zetten. Zodat ik in ieder geval direct ook weer terug kan als ik wil. Naar mijn boot. Oké, we zijn wat meer aan. Nu moeten we opschieten. Dit is snel. Oké, ja. Hier zit steen. Maar het is alleen maar mossy stone. Beetje hout hakken. We hakken wel een beetje hout. Dan maken we heel even een houten axe. Dat is misschien ook goed. En een houten zwaardje. Dat is op zijn minst al een stuk beter. Dan doen we dit zo. Dan maken we ook eventjes nog een extra zo. En dan doen we zo. Maken we een X en hebben we een houten X erbij. Oké, nu hebben we in principe kan ik snel mijn crafting table hakken. Dan hakken we nog even wat hout. Oh, ik hoop echt dat hij een stuk trager is. En ik heb echt wel een stukje gevaren. Ik heb ongeveer een minuut lang gevaren. Dus ik gok dat ik 30 seconden voorsprong heb. Laten we weer even mijn bootje pakken. Want dit is niet een goede plek om steen te... Oh, hij is er al. Hij is er al. Hij is er al. Hij is er al. Hoe is hij er al? Oh mijn god, dat scheelde echt niks. Hij had bijna mijn bootje te pakken. Oké, op het water heb ik minder tijd dan ik had verwacht. Oh, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed, jongens. Daar ga ik misschien tools vinden. Moet ik wel heel snel zijn, want die guy die gaat... Ik hoop dat hij het land overgaat. Dan is hij ook heel snel. Oeh, hij is heel dicht achter me. Ik wil dit even looten. Ik wil die kist alleen even hebben. Alleen die kist, meer niet. Misschien vind ik wel wat ijzer. Misschien vind ik wel een tool of zo. Iets wat goed is. Kom op. Kom op, kom op. Wat vinden we? Een helm. Een helm. Nou, weet je? Ik neem de helm. De helm is bescherming. De helm is bescherming. Waar ben je? Oké, hij is niet in zicht, maar ik weet dat hij daar is. Oh, daar is hij. Ik zie hem al. Dan zou je hem hebben, jongens. De Terminator. De AI. De moordenaar. En hij zit heel dicht achter me. Als ik mijn weg misschien terug kan vinden naar die village. Misschien dat ik daar wat tijd kan winnen door gewoon... Ik heb niet alles kunnen looten. Ik weet niet of er ijzer... Misschien is er ergens wel ijzer. Of steen. Oké, hij is nu wel lekker ver. Nou, trouwens, als ik nu stil ga staan, is hij echt binnen no time is hij weer bij me. Dus ik kan wel 13 minuten lang blijven varen. Maar dat is niet leuk natuurlijk. Ik wil wel een beetje proberen ook nog loot te krijgen. En ik wil proberen uiteindelijk een stukje met hem te PvP. Alleen daar ben ik nog niet op voorbereid nu. Dus ik kan wel zeggen, blijf gewoon lekker varen, dan ben je veilig. Maar nee, dat mag niet. We moeten ook proberen om loot te krijgen. Oké, dan gaan we hier, gaan we erop en dan gaan we weer rennen. Neem ik de boot, neem ik zeker mee. Oké, we gaan rennen jongens, we gaan rennen. Varen is voorbij, varen is voorbij. Oeh, misschien kan ik hem de lava in krijgen. Is dat iets leuks? Ik kan het proberen. Ik ga het proberen jongens. Ik ga hem proberen in de lava te krijgen om hem te verrassen. Hij weet altijd waar ik ben. Dus ik kan hem niet echt verrassen, zal niet echt lukken. Oh, trouwens, hij heeft een pijlenboog. Laat maar. Hij heeft een pijlenboog. Het gaat niet werken. Hij gaat gewoon schieten op me. Hij gaat gewoon schieten op me, natuurlijk. Oh, dan heb ik heel veel tijd verspild hier. Dat is zonde. Dat is heel erg zonde. Ik moet even een snelle mine of een berg vinden waar ik gewoon wat steen kan hakken. Ik wil namelijk niet onder de grond, want dan heb ik helemaal geen overzicht meer. Gewoon even, kijk, dit is wat ik bedoel. Dit is precies wat ik nodig heb. Gewoon even snel. Steen, steen. Steen, steen. Kunnen we direct een stenen pickaxe maken? Dat is goed. Dan hakken we nog even wat meer steen. Even genoeg dat we in ieder geval stenen tools hebben. Zo, dan kunnen we maken een stenen zwaardje. Hoppakee. Dan maken wij gelijk een stenen axe. Dan hakken we dit. En dan ben ik bang dat hij er misschien is. Nee, hij is er nog niet. Hij is er nog niet eens. Dan hakken we wat kool. Dat gaat misschien van pas komen. Dat gaat misschien zeker van pas komen. Goed in de gaten houden waar hij is. Oké, dan hak ik gelijk meer steen. Steen voor in de toekomst. Steen voor in de toekomst. Hij is er. Hij is er. Ik zie zijn naam. Oh, ik hoor hem. Ik hoor hem. Oh, ik heb helemaal kippenvel. Ik vind het heel eng. Ik vind het heel eng. Niet leuk, jongens. Hij zit echt te dicht achter me. Hij was er ineens. Ik zag hem gewoon. Waar is hij? Is hij er nog? Oh, daar heb je hem. Daar heb je hem. Kijk, al was het een normale speler oké, weet je. Maar het gevoel dat dit AI is, een robot, dat het geen mens is, maar gewoon een computer die achter me aan zit, is echt een heel eng gevoel. En dat gaat ook nog avond worden. Oh, maar ik kan toortjes maken. Ik kan toortjes maken. Kijk, volgens mij is het een beetje deze kant op. Hier. Oh nee. Tijd verliezen. Nee. Tijd verliezen. Volgens mij is deze kant op een beetje de village waar ik ben begonnen. Ik weet het niet zeker. Volgens mij was die ergens hier. Ik heb een soort van een groot rondje gemaakt. Kijk, hier is die hoge berg. Zit hier dan die village? Dat dorp? Misschien zit hier dat dorp wel. Oh, kom op. Zeg maar dat een beetje mijn gevoel voor richting klopt. Tot nu toe nog niet echt. Hier is wel die hoge berg. Ik dacht dat het echt hier was. Misschien erbovenop. Heb ik genoeg blokken? Ik heb hout. Dat is wel zonde om te gebruiken. Oeh, ik ga toortjes maken. En die stop ik in mijn tweede hand. Dan heb ik zicht. Het wordt namelijk donker. Het is niet chill. Waar is hij? Waar is hij? Ik ben hem kwijt. Ik zie hem even niet. Het geeft me even een heel fijn gevoel dat ik hem even niet zie. Dat geeft me echt even een heel fijn gevoel. Is hier ijzer? Oeh, dit is wel misschien heel gevaarlijk wat ik nu doe. Een mine ingaan. Oh, en hij loopt dood. Weg hier. Hij loopt dood. Hij loopt dood. Straks ben ik ook dood. Daar is de village. Gespot. En daar is de AI.
Minder leuk dat ik die heb gespot. Oké, we gaan oversteken. Jongens, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk oversteken. Komt-ie. En dan ga ik kijken of we daar misschien een gevecht met hem aan kunnen gaan. Alleen heb ik echt een schild nodig. En daar heb ik echt toch ijzer voor nodig. Hier hebben we weer een lavapoel. Ook niet heel chill. Oké, ik denk dat ik hier eerder ben dan dat hij bij me gaat zijn. Dus ik kan heel even nu gewoon gaan looten. Oké, dan moet er wel even een goed huis zijn. Want ik weet ongeveer dat volgens mij dit soort huisjes hebben kisten. Of niet? Heeft dit loot? Heeft dit een geheime kist of zo? Heeft dit iets? Nee, niks. Loot? Hallo? Spullen? Spullen? Ik heb spullen nodig. Zijn er geen huizen verder hier met loot? Oh mijn god, er is hier echt niks. Er is hier echt niks in deze village wat mij gaat helpen. Ik dacht dat ik misschien nog wel goede loot kon vinden. Maar nee, er is letterlijk niks hier. Behalve misschien zometeen de dood. Oh, zeker de dood. Ik ga hem één keer slaan. Kom dan. Hier. Kom maar. Oh nee. Laat maar. Oh, wat ben je snel. Help. Hij heeft een diamond zwaard. Hij deed nog niet veel damage, jongens, maar dat komt omdat het is de eerste klap. Volgens mij, hoe meer klappen die je geeft, hoe meer damage die doet. Dat zag je net al. Op een gegeven moment was ik al een paar hartjes kwijt. Ben ik hier niet gewoon veilig als ik hierin ga staan? Zo. Hallo. Oh, je kan over de hekjes heen springen. Hé, hey, dit heb ik niet gebouwd. Wat heeft hij gedaan? Help. De village heeft me niet geholpen. Totaal niet gewoon. Weg hier. Ik heb een idee, jongens. Ik ga hem proberen te pakken op fall damage. Ik denk dat ik hem ga proberen te pakken op fall damage. Dat ik hem hoog ga bouwen. Alleen moet ik oppassen dat ik niet zelf dood ga door fall damage. Dus misschien moet ik wel een beetje water in de buurt hebben. Ik heb een boot, maar ik wil niet de hele run afhankelijk laten zijn dat ik een bootclutch haal. Dus ik ga een beetje water opzoeken daar links. En dan ga ik proberen om dicht bij het water te zitten en dan omhoog te bouwen. En hem dan te pakken door hem naar beneden te slaan. Dat ik hem op fall damage pak. Hebben we even wat hout nodig? Is hij niet in de buurt toevallig? Oh, hij is zeker in de buurt. Bomen aan de kant. Ik vind het niet leuk. Oké, daar komt hij, jongens. Daar komt hij. Let op. Hout. Is hij dichtbij? Kom. Niet schieten op me. Oké. Goed, hij gaat meebouwen. Hij bouwt mee, jongens. Dat is goed. Dan gaan we een beetje iets meer hierheen. Oh, dit vind ik echt niet chill wat er hier gebeurt. Oké, zo. Kom maar. Juist, kijk. Oké. Kan ik hem hiermee pakken? Oh, heb ik hem? Volgens mij heb ik hem. Nee, ik heb hem niet. Hij gaat niet dood. Hij is niet dood te krijgen. Ik dacht dat ik hem had. Ik dacht serieus dat ik hem had. Maar wat ik wel kan doen, jongens, is mijn bootje klaarzetten. En altijd in mijn bootje stappen. En misschien op die manier naar beneden springen en dan gelijk wegvaren. Happy? Oh, dit is echt niet eng. Niet leuk bedoel ik. Ga weg. Ga alsjeblieft weg. Ga door fall damage. Ja, hij valt weer. Oh, ik vind het niet leuk. Ga weg. Ik spamklik maar gewoon. Oh, hij komt wat ook dichterbij. Oh nee. Nee, hij heeft mijn boot. Oh, hij heeft mijn boot. Hij heeft hem gesloopt. Nee, wacht. Ik heb nieuw hout nodig. Die. Kan ik die nog slopen? Ja. Oké. Crafting table. Boot. Ik heb niet genoeg hout voor een boot. En hij is er weer. Ga weg. Oké. Tijd. Steenhak hier. Ik heb hier nog meer hout onder. Oké. Fall damage doet hem dus niks, jongens. Fall damage is hier niet van onder de indruk. Maar ik ben wel van hem onder de indruk. Alleen, ik ben hem kwijt. Oké, hij is hieronder. Wat doet hij? Hakt deze pilaar! Wat een gek! Crafting table. Boot. Nieuwe boot. Hakken we deze? Is hij er? Hij is er. Oh, weg. Weg hier. Oh, hij springt erachteraan. Oh, dat was echt geen slim idee om omhoog te bouwen. Oh mijn god. Ik zweet me helemaal kapot. Ik ga hem niet kunnen vermoorden. Ik moet het gewoon uitzitten. Ik moet de tijd gewoon uitzitten, jongens. Dat is het. Daar ga ik het op moeten houden. Oké, het water houdt op. Dat vind ik niet chill, want ik ben heel snel op het water. Dat hij mijn boot sloopt, gaf me echt even stress. Oké, doorrennen, jongens. Dit kunnen we. Nog drieënhalve minuut. We gaan terug naar het dorp. Ik heb het gevoel dat ik nog niet alle huizen heb gecheckt. Al moet ik zeggen, er is geen blacksmith. Dat vind ik ook wel heel jammer. Meestal zijn de blacksmiths waar je het voor moet doen, weet je. Daar krijg je echt goede loot van. Maar het is echt een slechte village, dit. Er staan wel drie huizen. Vier misschien, hooguit. Of vijf, zo te zien. Maar ze hebben gewoon niks te bieden. Oh, een babytje. Hallo. Kunnen jullie me beschermen? Die Iron Golem misschien. Kan jij me beschermen, Iron Golem? Ben jij iemand die... Een kat heeft zojuist volgens mij iets vermoord daar. Een konijn. Kijk die toren die we ook gecreëerd hebben daar. Waar ben je? Ik ga proberen uit te zitten hier. Jongens, ik zal het dorp niet meer verlaten. Ik beloof het. De laatste minuut. Ik ga hem proberen te vermoorden. Zo te zien gebruikt hij niet altijd zijn boog. Oh, dat was lava. Ik heb een idee. Dat was lava, jongens. We gaan hem naar de lava lokken. We gaan hem proberen in deze 2 minuten nog te vermoorden. Ik ga niet gewoon blijven... Oh, hij is echt heel dicht achter me. Ik ga hem proberen in de lava te gooien. 2 minuutjes.
Twee minuutjes. Kom op. Weg, doorrennen. Gelijk de speedboost gebruiken. Waar is die lava? Er was hier ergens was lava. Hier ergens in de buurt was lava. Maar waar? Waar was die lava? Kom op, lavapool. Hier is het, jongens. Hier is de lava. Ik ga hem proberen in de lava te slaan, gewoon. Even kijken. Omhoog bouwen. 1, 2, 3. Zo, waar ben je? Oké, hij is hier. Hier moet hij inkomen. Kom maar. Ik sla in de lava. Kom, man. Hier. Je gaat de lava in. Jongen. Je gaat de lava in. Ho. Hij is niet dood te maken. In de lava. Nee. In de lava. Ik moet eten. Oh mijn god. Hij is echt veel te sterk. Laat maar. Ik ga het wel een minuut volhouden. Dat ga ik niet overleven. Weg hier. Oh nee. Oh, hij is naar beneden gevallen. Of niet? Ja. Wat ga je nou doen, hè? Een minuut heb je nog. En ik ben hierboven en jij bent daar beneden. Hij verdrinkt. Hij gaat helemaal naar beneden om omhoog. Die AI, jongens, is slim. Die AI is echt heel slim. Mijn lavaplan was mislukt. We gaan het gewoon overleven. Hij gaat denk ik niet binnen 40 seconden mij nu nog uitschakelen. Dan moet ik zeggen, ik moet wel even gaan eten. Mijn toortjes kan ik weer uit mijn handen doen. Zo. Zit hij nou nog steeds in die cliff? Heb ik hem te pakken? Ben ik je te slim af geweest, jongen? Waar ben je? Ben ik je te slim... Oh, ja. Dat is niet wat je had verwacht, hè? Jongen. Ik ga je naar beneden slaan. Wat vind je daarvan? Komt-ie. 1, 2, met mijn hand zelfs gewoon. Hier, doei. doei. Komt-ie, jongens. Oh, wacht, even eentje omhoog hier. In 1 en... We hebben gewoon gewonnen. Ongelooflijk. En de AI staat hier stil, weet je. Ik ga nu ook gewoon... kan ik me uitschakelen? Nee. Ja, nu ben je niet meer zo eng, hè? Nu ben je ineens niet meer zo eng, meneer. Jongens, ik vond het heel leuk. Vond jij dit nou een leuke video? Vergeet dan zeker niet te liken. En ik kan dit nog een keer spelen, maar dat dan in plaats van 1, dat dan 2 van die AI-robot-monsters achter me aan zitten. Bij 2000 likes op deze video doe ik het nog een keer, maar dan met 2 robots. En dan voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Als je die nog niet gezien hebt, moet je die zeker even kijken. En dan ben je gewoon helemaal blij. Althans, dan ben ik helemaal blij. En dan nu spreek ik later. Klaas, je haalt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.